Gebruik jij wel eens of vaak de rekenmachine op je iPhone, maar vind je het irritant wanneer je een getal aan het typen bent of een som waar je bijvoorbeeld een foutje maakt en er dan geen backspace knop is? Nou, hiervoor is gewoon een trucje. Dus wanneer je de rekenmachine aan het gebruiken bent, nou, je bent een getal aan het typen. Het laatste getal moest bijvoorbeeld geen 4 zijn, maar een 3. Nou, je kan natuurlijk het hele getal weg gaan halen door op de C te klikken. Nou, dat is irritant. Wat je kan doen is gewoon zo van rechts naar links schuiven. En dan wordt dat laatste getal wordt dan weggehaald. Dus ik kan ook weer die 5 weghalen. Super handig. En zo kan ik het getal aanpassen.